Ja, dat is dus ook, vind ik ook leuk aan het woord beterschap. En als je ziek bent, ik hoop dat je snel beter wordt. Maar beter is niet een statisch eindpunt, dat duidt ook op een proces. En een ander hoofdstuk in mijn nieuwste boek is: vergelijk je nooit met een ander. Want dat is de beste formule om ongelukkig te worden. Vergelijk je alleen maar met jezelf. En werk aan je eigen progressie als je zorgt, ook met de inzichten bijvoorbeeld uit deze podcast. Dat je morgen beter bent dan vandaag, daar gaat het om. Of dat je over een week of over een maand of over een jaar, als je terugkijkt, dat je veel meer bent gaan investeren in jezelf, in die driehoek lichaam, geest, ziel, met een betere zelfzorg. Ja, dan zal je beter worden. En dat zal misschien, als mensen ziek zijn, ook kunnen leiden tot genezing. Maar de essentie is gewoon: stap in het proces van investeren in jezelf en beter worden dan dat je vandaag bent. En dat is het spel van het leven. Een hele grote shout-out naar onze sponsor van vandaag, namelijk Ergomax. Innovatieve wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen voor mensen die om hun gezondheid geven. Dus de volgende keer dat jij supplementen gaat bestellen, ga je naar www.ergomax.nl en gebruik je de code MATTHIJS10 in kleine letters aan elkaar voor 10% korting op jouw volgende bestelling. Welkom bij de Zelfregie Podcast. Mijn naam is Matthijs van Doesburg en vandaag is mijn gast Richard de Let. Nou ja... Nog een keer, hoe gaat het met je? Dank Matthijs. Ja, goed. We zijn met Hoe Sterk aan het groeien. Dus het is natuurlijk, we hebben een grote missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven. Door middel van de juiste zelfzorg. Ik denk dat de juiste zelfzorg de belangrijkste vaardigheid is. En het is natuurlijk best interessant dat als je begint met... ik dan met een praktijk voor integrale geneeskunde... Ik schreef een folder, dat liep uit de hand, dat werd een boek. Het boek werd een bestseller. Dan ben je ineens auteur, dan word je gevraagd om praatjes te houden. Dan ben je ineens spreker. En als je niet oppast, dan creëer je een monster. Zeker hoe meer mensen je bereikt. Krijg nu zo'n 4000 mails per maand. En ook op de socials, denk ik, zo'n 200 berichten per dag. Wow. Dus ja, dan is de valkuil dat je vanuit... Ik denk dat mensen in de zorg of in de geneeskunde... Of therapeuten of artsen of trainers heel erg het helpersyndroom hebben. Maar ik hielp de hele wereld en ik kreeg zelf ten onder. Dus de hele wereld gaf je meer energie en ik putte mezelf helemaal uit. Dus afgelopen jaren natuurlijk wel een leerproces geweest... van ook gewoon het juiste team gaan bouwen om je heen. En nu hebben we weer een paar nieuwe mensen aangenomen binnen Hoe Sterk... We bestaan dit jaar 10 jaar, dus ook een beetje een jubileumjaar. Mooi. Om krachtig die toekomst in te gaan. En niet alleen maar die missie waar te kunnen maken, maar ook van het proces te genieten. En ook zelf je balans te bewaren. En ik heb enorm veel incompetenties. Dingen die je vroeger wil je altijd alles zelf doen. Echt de artiest. En ik leer gelukkig wel steeds meer ook een beetje qua ondernemen en business owner. Dat je het geheim is gewoon dat je betere mensen om je heen zit. Als je de slimste in de ruimte bent, dan doe je iets niet goed. Ja. Precies. En hoe staat het dan nu met die missie? Hoe ver zijn jullie met het helpen van die 1 miljoen mensen? Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Als je hebt, wat is het afkappunt of hoe ga je het meten? We hebben al 1 miljoen mensen per jaar op de website. Die onze blogs lezen, die onze video's bekijken, die onze podcast bekijken. We hebben 100.000 man op de nieuwsbrief iedere zaterdag. Nu vind ik het persoonlijk zo, als mensen een blog lezen en bijvoorbeeld... 3 schepjes suiker in de koffie of thee hadden... en door middel van onze informatie naar 2 schepjes gaan... kan je zeggen, dan hebben ze al iets veranderd... en hebben ze al een beter leven. Natuurlijk nog beter als je met suiker stopt. Maar aan de andere kant dacht ik van... ik wil 1000 nieuwe zorgprofessionals opleiden... die ieder jaar 1000 mensen kunnen helpen... want 1000 × 1000 is natuurlijk 1 miljoen... en met onze oorsprong opleiding... hebben we nu zo'n bijna 400 opgeleid. Het is een beetje een luxe probleem... want de opleidingsgroepen zijn steeds uitverkocht. En we kunnen er niet meer dan 120 à 150 per jaar opleiden. Maar aankomende jaren gaan we die 1000 dan ook redden. Dus ja, vanuit dat perspectief ben ik heel dankbaar en denk ik dat we op koers liggen. Ja, mooi. En wat houdt je vandaag de dag dan qua actualiteiten bezig? Want je was laatst bijvoorbeeld op tv en daar was ik echt mega blij mee. Dat eindelijk naast Mike Verres van Levenbewust Nederland eindelijk weer iemand die zit die gewoon met wat mij betreft logisch verstand zegt van ja, het is allemaal leuk en aardig overal prikken en knallen, maar gaan we ook nog iets structureels doen? Ja, dat houdt me bezig. Ik denk het coronavirus... heeft heel pijnlijk en duidelijk blootgelegd hoe we als mens en als mensheid, want het is wereldwijd, metabool verzwakt zijn. Hoe we dus zwakker, hoe we zieker, hoe we dikker en ook dommer dan ooit zijn.
En dat had een wake-up call kunnen zijn, ook voor politieke, misschien zelfs voor farmaceutische structuren, om ook te zeggen van, hey, het is onze universele verantwoordelijkheid om die grondoorzaak aan te gaan pakken, om ervoor te zorgen dat de mens gezonder wordt, dat de wereld vitaler wordt. Kijk, voor het jaar 1900 waren infectieziekten de belangrijkste doodsoorzaak. Toen was het voor every ill and pale, of heeft wel een vaccin. Na 1900 is een ongezonde leefstijl de belangrijkste doodsoorzaak geworden. Dus we worden letterlijk ziek van hoe we ons gedragen. We leven onnatuurlijk en onze genen snappen geen bal meer van ons gedrag. Als westerse welvaartsziektes en een verzwakt immuunsysteem, waardoor het coronavirus enorm hard kan toeslaan, veroorzaakt wordt door een ongezonde leefstijl, daar zit het woord oorzaak al in, laten we dan met z'n allen voor zorgen dat we investeren in leefstijlkennis, dat we onze leefstijlvaardigheden gaan trainen, dat we die wijsheid aanbieden op kinderen of op basisscholen, dat we vinden het heel normaal dat we onze cv-ketel in ons huis ieder jaar laten keuren, dat we onze auto ieder jaar wegbrengen voor een APK. Maar we moeten ook een soort maatschappelijk gezondheids-APK gaan aanbieden met één druppeltje bloed, of ook met allerlei andere meetinstrumenten, met online vragenlijsten, kan je in kaart brengen hoe vitaal je bent. En bijna iedereen is metabool uit balans. En je kan 10, 15 jaar wachten, 20 jaar, dat je een chronische ziekte gepresenteerd krijgt. En dat is hoe het huidige systeem werkt. Heel reactief. Als je naar de huisarts gaat en je zegt, nou, ik voel me wel oké, maar ik wil me echt topfit, optimaal voelen. Dan zegt de huisarts, sorry, maar ik kan niks voor je doen. Kom terug als je gewoon klachten hebt. Ja. En dat vind ik een enorm gemis. Dat we maatschappelijk in mijn optiek een commercieel voedingscentrum hebben met de schietschijf van 5, wat ook enorm commercieel gefinancierd is. Ja, ik heb voeding en diëtetiek gedaan en voed een business. Dus ik ben helemaal daar moest ik echt eventjes van mezelf van ontdoen. Dus toen ik dit pad begon, ja, toen kwam ik ook allemaal mensen tegen die op hetzelfde niveau zitten en zienswijze hebben die jij. Ja. Ja, dan kun je gewoon, dan kom je erachter van ja, oké, ik kan gewoon mijn studie in de prullenbak gooien. Ja, grotendeels. Ja, als in ieder geval grotendeels. Ja, als je het natuurlijk hebt, er zitten natuurlijk krachten achter. Het is een enorme, ook financiële belangen, er zit ook een enorme lobbycratie achter. Maar de schijf van 5 sluit natuurlijk niet optimaal aan. Misschien wel een gemiddeld goed advies als je een populatie van 17 miljoen mensen moet voeden. Maar het sluit niet optimaal aan hoe we als mensen, als homo sapiens, in de evolutie ontwikkeld zijn. En ja, ik ben opgeleid in de geneeskunde. Ik vond het enorm pijnlijk, en daar ligt nu wel een beetje mijn missie, om afgelopen 2 jaar ook echt helder te zien dat we geen ministerie van volksgezondheid hebben. Want er is niks gedaan aan gezondheidsbevordering. Daarom zat ik ook bij Eva Jinek aan tafel om mijn perspectief te delen. We hebben wel een ministerie van farmaceutische ziektebestrijding. Dus in dit geval met vaccins of met pillen. Ja, daar gooien we alles op. Met alleen maar veiligheid van buitenaf. Houdafstand, mondkapjes, vaccins. Maar dat gaat ons op de lange termijn niet redden. Investeren in die weerbaarheid van binnenuit. Want dan is een virus, we zijn in de evolutie, dansen we met virussen, met bacteriën, met parasieten. Dankzij virussen en bacteriën zijn we ook geworden wie we vandaag zijn. Dat zijn evolutionaire vrienden. Laten we ervoor zorgen dat intern, intrinsiek, sterk genoeg zijn, waardoor het coronavirus geen probleem meer is. Mm. Ja, en die halt hebben we radicaal gemist. Ja, nou ja, gelukkig hebben we daar mensen als jij voor. En wat dat betreft inderdaad, als we allemaal onze ingeving aanpassen, dan verandert de omgeving. En daarin is wel denk ik het puntje, we zitten hier natuurlijk ook onder fantastisch licht. We hebben van alles gecreëerd, wat ons ook natuurlijk in het systeem houdt. En het zijn volgens mij echt stuiptrekkingen van het oude systeem wat maar niet wilt loslaten. En onze schaduwzijde heel mooi op een dienblad presenteert. Ik heb nu zelfs dat mijn ouders, volgens mij, die hebben 2 keer een prik genomen. En dat mijn moeder zei van, ja, ik vind het nu al te gek worden thuis. De volgende staat alweer voor de deur. Dus het lijkt wel voor mij, in mijn beleving, alsof mensen nu wel langzaam maar zeker zoiets beginnen door te krijgen. Van, ja, volgens mij is dit een poppenkast waarin we spelen. En ja, er zijn allerlei belangen die op het spel staan. En ik heb nog op geen enkel bushokje ga bewegen. Eet dit in, zo en zo. Pak zoveel mogelijk zonlicht. Blokkeer blauw licht, et cetera. Allemaal niet te patenteren, hè? Al die leeftijd. Nee, precies. Ja. Dat is wat je zegt. Dat zegt de oude economie, dat is de oude wereld. Je ziet allerlei scheurtjes ontstaan nu. De tijdsgeest, hè, het bewustzijn neemt steeds verder toe. Ik denk dat je ook een crisis nodig hebt om duurzaam te veranderen. En zeker om een groter deel van de bevolking bewuster te maken. Of dat die mensen ook ontwaken.
En ik denk dat de natuur veroordeelt niet, maar werkt wel met natuurlijke consequenties. En we leven gewoon niet in balans met natuurlijke ecosystemen. We plegen roofbouw op onszelf, op ons lichaam. Wij zijn een stukje aarde, op de aarde. Ja, en dat zijn toch grotere systemen waar je niet mee wil spelen. Want wij hebben de aarde nodig. De aarde kan prima zonder homo sapiens. Hè. Die overleeft zich ook wel. Die herstelt wel weer in miljoenen of miljarden jaren. Alleen wij hebben de aarde nodig. Wij hebben geen tweede thuis. Ja, eigenlijk het eerste huis is je lichaam. Mm-hmm. Het tweede huis is de aarde. En het derde huis is dan het huis waar je dan hopelijk in woont. En als je een dak boven je hoofd hebt, ben je al verschrikkelijk rijk. Als je kijkt wereldwijd. Maar de meeste mensen hebben vooral bewustzijn over het derde huis. Maar niet over het tweede en het eerste huis. En ik denk dat deze crisis daar gewoon bij helpt. En ja, het komt altijd goed, het wordt altijd beter. Mm. En in mijn perspectief overwint de waarheid of de liefde, want dat is de enige werkelijkheid, overwint altijd. Ja, dat heeft ook de grootste geduld natuurlijk van alles. Hoe help jij mensen die hier vragen om een bepaalde visie van jou of hoop? Wat zijn je verwachtingen en hoe help jij mensen door deze situatie heen in jouw omgeving? Ja, wat je net ook zei. De buitenwereld is een representatie van je binnenwereld. Dus misschien beter vraag, hoe help je jezelf door deze situatie heen? Nou, ik heb afgelopen 2 jaar... ik heb afgelopen 10 jaar al heel veel gedaan aan persoonlijke ontwikkeling, aan innerlijk werk. Dus ik heb de afgelopen 2 jaar niet echt ervaren als een crisis. Het was wel uitdagend qua mijn onderneming. Want ik heb ook een eigen opleiding. En dat zijn allemaal dus live locaties en live dagen. Nou, dat kon dan ineens niet. Dat corona-toegangsbewijs wil ik ook niet aan meewerken. Terwijl het wel op onze vaste locaties mocht. Maar dat wilde ik niet. Dus ja, moesten we ook echt ondergronds. Hè? Dus echt dat ik denk, wow, dat je echt onwettige dingen doet bij locaties. Die dan zeiden, dan mag je wel bij ons. Maar we moesten echt stilhouden. En deelnemers mochten geen foto's op social maken. Want dat vond ik ook wel heel boeiend om te ervaren. Dat je gezondheid aan het bevorderen bent. Ook maatschappelijk en individueel. Ja, ja, ja. Maar dan wel op basis van de wetgeving. Ja, ja. Gewoon opgesloten kan worden en hoge boetes kan krijgen. Dus dat vond ik ook wel heel grappig. Ik heb enorm veel humor als medicijn. Ik zie overal de humor wel van in. Maar ook afgelopen 2 jaar heb ik ook veel meer als toeschouwer kunnen kijken. Een beetje de bovenhangende part van deelnemer. Dus wel een verschrikkelijk boeiend perspectief. Waarin ik wel geleerd heb om veel meer mijn plek in te nemen. Ik ben toch van het harmoniemodel. Ik ga niet meer mezelf per se op de voorgrond zetten of de barricade op. Maar nu het me zo duidelijk werd dat gezondheid en vitaliteit totaal geen plek heeft, dat ziekte het verdienmodel is en gezondheid niet en dat niemand daarvoor opstaat, dat ik nog veel meer mijn plek mag innemen. Ja, en dan zit je bij Jinek aan tafel en dan kijken 1 miljoen mensen. En ook, ik heb bepaalde video's gemaakt, natuurlijk bijvoorbeeld ook mijn eigen persconferenties, meer dan 500.000 zijn bekeken. Ja, dus mensen gaan je prijzen, je hoofd komt boven mij valt en mensen gaan je kop eraf hakken. Dat is ook gewoon leerzaam qua persoonlijke ontwikkeling. Maar dat doet me eigenlijk ook weinig meer, omdat het is allemaal projectie natuurlijk, wat mensen naar je toe gooien. Maar de dingen die me raken, denk ik, hey, verrek, dit is nog een thema, hier kan ik nog aan werken. Dus dat is ook gewoon een magisch proces. Dus afgelopen 2 jaar... heeft me geholpen om nog meer in mijn eigen kracht te komen. En nog meer me te helpen dat ik met Oersterk ook echt meer ruimte durf in te nemen. Want het moet ingenomen worden, want anders zijn er maatschappelijk nu echt geen partijen die het gezondheidsvirus verspreiden. Ja. Ja. En wat zijn dan voor jou de thema's die nu aangewakkerd zijn? Ja, ik denk verbondenheid. Ik denk dat we afgelopen 2 jaar allemaal als mensen ervaren hebben, ook met lockdowns en met zo afstand houden en met je terugtrekken. We horen als mens verbonden te zijn met elkaar. We worden letterlijk ziek. Eenzaamheid, hè. Bijvoorbeeld eenzaamheid geeft een grotere kans op longkanker dan bijvoorbeeld roken. Dus we horen verbonden te zijn. Sociale verbinding geeft het immuunsysteem rust, hè. Remt het immuunsysteem ook. Maar we worden ook verbonden te zijn met onszelf, met ons eigen hart, met onze onderbuik, met onze intuïtie. Daarmee ook, kan je wel zeggen, misschien met je ziel, met je levensmissie, met je blauwdruk. Ook met de natuur. Ja, we leven nu in betonnen jungles. Daar begrijpen onze genen, ons hoe we ontworpen zijn, niets van. We mogen veel met de natuur ingaan. Dus het kernwoord eigenlijk waar de moderne mens echt naar leidt is vervreemding. Mm. We zijn vervreemd van onszelf, van de verbinding met de ander en met de natuur. En ook met het grotere geheel en met het spirituele. En we mogen veel meer verbondenheid.
En ja, ik vond het ook een zegen dat de afgelopen 2 jaar heel veel afspraken eruit gingen. Dus ik ben heel veel samen geweest met vrienden en familie. Die kwamen bijvoorbeeld bij ons, Wie is de Mol kijken of Expeditie Robinson. We hebben heel vaak ons huis vol gehad. Mm. En de gordijnen helemaal hoog, want dat mocht niet. Je mocht maar 2 mensen thuis ontvangen. Maar ja, je gaat toch gelijkgestemde opzoeken. Ik ging veel met de natuur in. Het leven werd veel kleiner. Dus echt gewoon, dat zijn een beetje mijn 2 sleutelwoorden van de laatste 5 jaar. Minder en beter. Dus de essentie gewoon, alles is er al. En alles wat je mist zit uiteindelijk in jou. Dus het is een illusie om dat te zoeken in de buitenwereld. Ja, dus dat was wel een heel mooi proces. Ja. Mooi. En wat zijn nog mensen in Nederland dan waar jij inspiratie uit put? Ja, ik heb mijn eigen podcast waar ik iedere week een expert, een pionier of een dwarsdenker. Ik heb meer dan 1000 boeken in mijn boekenkast. Ik ben altijd wel een beetje verslaafd aan leren. Wat ook natuurlijk voorkomt uit een onzekerheid van vroeger. Van ik ben niet goed genoeg. Wat ze bij mij vertaald hebben, dat ik niet genoeg weet. Dus dat is vroeger echt een thema geweest. Maar voel je dat nog steeds? Nee. Maar ik heb het niet per se helemaal opgelost, want het legt me ook geen windeieren. Ik schrijf ieder jaar een boek en ik produceer hem ijs veel. Maar ik doorzie hem wel. Hij leidt mij niet meer. Ja, precies. Ja, dat is wel fijn als je dat op een gegeven moment... Ik ga ook niet per se 2 keer in de week een boekhandel in. Dat is echt gewoon, dan ga ik weer te veel boeken kopen. Ik volg veel online trainingen. Ik hou van lijfje. Dus leren. Ik vind leren en studeren. Ik ben een soort student van het leven. Kan je me s'nachts voor wakker maken. Ook internationaal, wat ik altijd veel heb gedaan, ook zeker voor corona. Ja, ik vind dat echt leuk om te studeren, mezelf uit te dagen. Ook mijn huidige wereldbeeld, complexe materie te vertalen en dat weer heel laagdrempelig voor nu 100.000 mensen met Oersterk toegankelijk te maken. Dat is wel mijn talent, dat is mijn kwaliteit. Ieder mens is een leraar. Ik denk dat de begrippen leerling en leraar zijn continu uitwisselbaar. Ja. Dus ik leer van iedereen, van iedere ontmoeting zit wel weer een inzicht. Ik ben in die zin altijd wel heel leergierig geweest. En heel nieuwsgierig geweest. En wat op dit ogenblik is dan een onderwerp waar je helemaal in vast zit? Of waar je helemaal ingedoken bent? Ik ben natuurlijk opgeleid in de geneeskunde. Toen zat ik heel erg natuurlijk het geloof van dat alles op het niveau van vlees en bloed te genezen is. Nou, dan praat je nog steeds over genezing. Later kwam ik op het begrip heling. Mm. Toen dacht ik, overigens, er is ook een mentaal en emotioneel en spiritueel perspectief om echt heel te worden. En dat is eigenlijk nog een stap hoger dan fysieke genezing. Ja. Ik ging me toen veel meer verdiepen in het mentale. En ook vaak, dus bijna iedere ziekte heeft bijna ook een emotionele onbalans. En vaak ook een spirituele onbalans. Dat mensen gewoon niet op de weg van hun hart zijn, maar niet datgene doen waar ze echt blij van worden. Wat hun echt energie geeft. En wat hun unieke talenten en bij hun unieke kwaliteit aansluit. Maar ik had bijvoorbeeld gisteren een podcast met Mies Kloos. Zij is leraar in de biologische natuurwetten, ook voor de Germaanse geneeskunde. Oh, mooi. Ja, en dat hele vakgebied gaat erover dat ziekte de oplossing is. Ja, precies. Bijvoorbeeld ook kanker. En dat je dan niets moet doen, want dat is het oplosproces. Terwijl het is zo'n andere paradigma shift dan in de reguliere geneeskunde, die dan juist zegt, oké, dat moeten we wegsnijden. Of dan moeten we chemo. En dan moeten we, en ook andere ziektes hoor, van een ontsteking of eczeem of migraine. En ja, dan zit ik naar haar te luisteren. En het fascineert me zo enorm. Ik heb me goed voorbereid op die podcast, al op de websites. En ik heb daar ook een boek over. Van dokter Hamer, de grondlegger. Ja. En dan denk ik weer, ik moet bij haar ook weer een paar cursussen gaan volgen. Ik wil er weer nog meer van weten. En dat is dus continu hoe ik gevoed word. En dat ik ook weer denk van, ja, gewoon mooi om je eigen kennis weer uit te breiden tot... Wat ik heel mooi vind aan dat perspectief is dat de natuur dus dan gewoon de grootste genezer is. En dat juist veel medicijnen, vaak medicijnen werken ook op receptoren, dus antennes op je cellen en enzymen, die blokkeren het. En daarom houdt het je eigenlijk medicamenteus afhankelijk. Je moet je hele leven medicijnen blijven slikken. Mm. Wat natuurlijk een paradox is, want als je een echt medicijn hebt, dan lost het iets op, dan leidt het bij tot genezing of heling. Ja. Waardoor je weer onafhankelijk wordt, waardoor je weer in je eigen kracht komt. En daar ben ik nog steeds mee aan het spelen. Ik ben natuurlijk wel enorm gehersenspoeld door mijn geneeskundeopleiding aan de VU Amsterdam, waar je 5,5 jaar toch 1 perspectief hebt. En heel veel ziektes die je hebt, ja, zijn onoplosbaar, zijn niet geneesbaar. En dan moet je maar mee leren leven of met medicijnen.
Terwijl ik natuurlijk de hele andere kant, de spirituele kant, maar ook Joe Dispenza of Lisa Wenkling, of bijvoorbeeld ook Wim Hof, waarmee ik de Kilimanjaro heb beklommen, of Bruce Lipton, heel veel andere wereldwijde experts, die de kracht van de mind en de kracht van de ziel, dat spel en die driehoek, dus lichaam, geest, ziel, daar nog meer expert in worden en dat nog meer gaan leven, dat is wel iets wat me drijft. Ja. Mooi. Een hele grote shout-out naar onze sponsor van vandaag, namelijk Ergomax. Innovatieve wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen voor mensen die om hun gezondheid geven. Dus de volgende keer dat jij supplementen gaat bestellen, ga je naar www.ergomax.nl en gebruik je de code MATTHIJS10 in kleine letters aan elkaar voor 10% korting op jouw volgende bestelling. Wat laatst was Seth Godin bij Joe Rogan en die had ook op een gegeven moment, stond hij dan op podium helemaal doorweekt in zijn eigen zweet. En waarop mensen zeiden van, ja, moet je niet eens even een keertje gaan liggen of zo. Hij is zo gedreven door zijn missie. En nu al helemaal om de aardbodem als het ware weer te hervoeden. De vitaliteit van de aarde gewoon. Ja, ja precies. Dat is echt gewoon, over 60 jaar kunnen we in een enorme voedseltekort raken, omdat de aardbodem gewoon helemaal leeg geroofd is. Ja, ook door kunstmest, wat natuurlijk gewoon een soort doping is. Ja, precies. Ja. Dus, maar goed, hij is toen bij een arts volgens mij terechtgekomen. En die gaf hem het advies om een operatie te doen. Ik weet niet meer precies waar hij nou last van had. Toen heeft hij besloten dat niet te doen. En toen is hij naar een berg gegaan, volgens mij. Heeft hij daar 4 dagen gewoon in stilte gezeten. En daarna was hij weer helemaal de oude. Hij zag er als een berg tegenop, maar... Ja. Hij zei van, ja, weet je, we zijn het universum en het universum is wij. Mm-hmm. En als je jezelf in harmonie brengt met dat wat is, dan is er niks om voor te vrezen. Ja, dus, ja nee, dat is een heel mooi perspectief, zeker van die goeroes. En ook als ik zei dat liefde de enige werkelijkheid is, dat ook een beetje de rode draad in mijn nieuwste boek Zielsgelukkig is kerngezond. Ik heb hem besteld, maar ik heb hem nog niet binnen. Dus dat haal ik al. Ik had hem met liefde voor je meegenomen natuurlijk. Maar, wat ik van de week ook dacht, van als alles gecreëerd is ook vanuit het niets, en er was niets, en nu is er iets, en dat is dus helemaal naar wat we ook zien en wat we kunnen waarnemen. Maar er was niets en er is nu iets, betekent ook dat wij een stukje God zijn. Hè? Ik bedoel, onze materie ook. Zeker. Ja, een hoofdstuk in mijn nieuwe boek is ook dat we letterlijk onze zintuigen niet moeten geloven. Want die zijn heel beperkt, hè, wat we van het hele elektromagnetische spectrum kunnen waarnemen. Het is echt net het lichtspectrum. We kunnen volgens mij circa 5% waarnemen. Ja. Het bewustzijn versus het onbewustzijn is misschien iets van 2-5%. En misschien expandeert dat wel naarmate je meer ontwikkelt. Maar als dat al equivalent zou staan, of metaforisch voor dat, versus alles wat is. En er is alleen maar meer en meer en meer, geloof ik. Ja. Als je daar al bij stilstaat, van hoe weinig inderdaad ook die zintuigen eigenlijk jou laten ervaren. Ja. Ja, dus alles is er. Alleen we zitten als mensen, zeker in het moderne leven, in deze maatschappij enorm vaak in de weg. En we moeten eigenlijk de natuurlijke biofeedback systemen, zowel op de aarde als in ons lichaam, als we dat niet in de weg zitten, dan is vitaliteit een logisch gevolg. En iedere klacht en iedere ziekte heeft eigenlijk een voordeel en is een biofeedback mechanisme om je te laten weten dat je iets mag bijsturen in lichaam, geest en ziel. En ja, dat is een magische reis. En ik ben een tolk van het lichaam, of van de geest en van de ziel. Hmm. Waar ik ook altijd in mijn praktijk voor integrale geneeskunde heb gedaan, waar ik 4000 mensen 1-op-1 heb mogen begeleiden. Wat ik nu dan niet meer 1-op-1 noem, maar wel bijvoorbeeld in de opleiding voor groepen. Dat spel, daar kan je me ook s'nachts voor wakker maken. Ja, daarover, ik een tijd geleden... Ik ben de laatste jaar helemaal verzot op woorden ontleden. En daarom heet het ook, en dat is ook een spelletje volgens mij, spelling. Ja. Woorden zijn letterlijk spels. Ja. Die dragen allemaal frequentie. God, volgens mij staat ook in de Bijbel, and then there was the word of God. Dat gaf een idee, een beeld, en dat beeld konden ze creëren. En... Ja. Maar goed, al die woorden die dragen natuurlijk ook betekenis. En het woord ziek kwam toen ineens binnen. Daar zit letterlijk zie ik in. Het vraagt je letterlijk gewoon jezelf te zien. Dus in dat opzicht sluit ik me helemaal aan bij wat je allemaal net zegt. Ja, dat is dus ook, vind ik ook leuk aan het woord beterschap. En als je ziek bent, ik hoop dat je snel beter wordt. Maar beter is niet een statisch eindpunt. Dat duidt ook op een proces. Mm. En een ander hoofdstuk in mijn nieuwste boek is: vergelijk je nooit met een ander. En dat is de beste formule om ongelukkig te worden. Vergelijk je alleen maar met jezelf. En werk aan je eigen progressie. Als je zorgt, ook met de inzichten bijvoorbeeld uit deze podcast,
Dat je morgen beter bent dan vandaag, daar gaat het om. Of dat je over een week of over een maand of over een jaar, als je terugkijkt, dat je veel meer bent gaan investeren in jezelf, in die driehoek lichaam, geest, ziel, met een betere zelfzorg. Ja, dan zal je beter worden. En dat zal misschien als mensen ziek zijn ook kunnen leiden tot genezing. Maar de essentie is gewoon, stap in het proces van investeren in jezelf en beter worden dan dat je vandaag bent. En dat is het spel van het leven. Ja, en ik denk een toevoeging daaraan is dat je daarin ook niet angstig hoeft te zijn voor ziekte. Weet je, ook dat kan een stuiptrekking zijn van het lijf, van het oude wat je loslaat. Ook bij plantmedicijnceremonies, waaronder ayahuasca, kots jezelf helemaal binnenste buiten. Ja. Waarom? Het is gewoon oude energie, mag eruit. Ja. Dan de vraag, hoe definieer je gezondheid, Richard? Ja, gezondheid is in mijn optiek natuurlijk niet de aanwezigheid van ziekte, maar wel de aanwezigheid van vitaliteit. En dan heb ik het ene containerbegrip vervangen van het andere containerbegrip. Wat maar is dan vitaliteit? Vitaliteit bestaat gewoon uit drie sleutelsystemen in het lichaam. Het autonome zenuwstelsel, het immuunsysteem en het brein. En eigenlijk hebben we drie breinen in mijn optiek. De hersenen is het eigenlijk het derde brein. En als je kijkt in een foetus, als een vrouw zwanger is, bijvoorbeeld 7 weken en je maakt een echo, dan klopt het hartje al, terwijl er nog geen darmen zijn en nog geen hersenen zijn. Dus eigenlijk het hart is het eerste brein. We zouden ook veel meer naar ons hart mogen luisteren. Tweede brein, second brain ook in de wetenschap, is de buik. Er gaan meer zenuwen van de hersenen, van de buik naar de hersenen dan andersom. Dus daar zit ook onze intuïtie, onze primaire drijfveren. En ons derde brein is het hoofd. Nou, als we die uitlijnen, dan zijn we goed verbonden. Want meestal maak je niet de juiste keuze met je hoofd, maar vaker maak je de juiste keuze met je hart en met je buik. Dus veel meer verbonden ook, zou je kunnen zeggen, met de ziel. Nou, als je het brein, het autonome zenuwstelsel en het immuunsysteem goed uitgelijnd zijn, dan merk je dat aan goede energie. Dus je springt 's morgens frisse fruit uit bed. Je hebt gedurende de dag veel energie. Je bent 's avonds niet uitgeput, maar gewoon voldaan moe. Je zit lekker in je vel qua stemming. Je bent niet prikkelbaar, geïrriteerd. Je hebt een goede slaap, zowel qua inslapen, doorslapen en fris en helder wakker worden. Je hebt een goede stoelgang, iedere dag ontlasting is ook belangrijk. Met dezelfde geur, kleur nou, en de vorm. Ik hoor die te zinken. Dat zegt ook wat over de vetvertering. Libido. Dus een goede seksdrive. Heel veel mensen met chronische stress hebben gewoon een heel laag libido. En de zesde is de buikomvang, de middelomvang. Dus eigenlijk energie, stemming, slaap, stoelgang, libido, buikomvang. Dat zijn eigenlijk de 6 sleutelfuncties. Die het resultaat zijn van die 3 sleutelsystemen. En dat hangt dus zo samen met vitaliteit. En dat hangt dus samen met gezondheid. Dus als je nu luistert of kijkt, ja, ga voor jezelf na. Hoe zit ik in mijn energie? Hoe is het met mijn stemming? Hoe is het met mijn stoelgang, met mijn slaap, met mijn libido en met mijn buikomvang? En als een van die 6 al uit balans zijn, ja, dan zijn er al bepaalde ontsporingen, draaien er al bepaalde noodprogramma's. Omdat je niet helemaal optimaal vitaal, niet optimaal gezond bent. Mm-hmm. Mooi. Dan ik wil je er eentje van een vriend delen, van Ruud Elvers. Oude wijze man. Die heeft hem wat poëtischer ingestoken. Als ik hem goed kan herhalen. Gezondheid is een toestand van hoog energetisch zijn, wat wortelt in elektromagnetisme, met zelfhandhaving en... Ik ben de laatste zin kwijt. En hupplepup als de expressievormen daarvan. Dus ja, in principe wat je ook zegt, je bent hoog energetisch geladen om al deze systemen te laten runnen. Ja. Je bent adaptief, of het nou heel heet of heel koud is. Ja. Ja. En je kan eigenlijk komt het dan weer neer op letterlijk jezelf zijn. En je bent de natuur en de natuur is jij. Tot volwaardige expressie vorm is jezelf. Ja, nou wat je zegt dan, hoog energetisch, alles is natuurlijk energie. Vaste vorm is er ook een illusie van ons brein. Hè? Want ik bedoel, allerlei trillingen vallen op ons netvlies. En die worden daardoor bepaalde orgaantjes omgezet via de nervus opticus naar de optische kwab. Achter in het brein en daar wordt eigenlijk de illusie van vaste vorm gecreëerd. Maar ook als ik zei, de mens is natuurlijk een stukje aarde. Al onze bouwstenen komen uit de aarde. En we zijn uiteindelijk allemaal sterrenstof, ster geweest. En een ster is licht. Dus ons lichaam is ook letterlijk gecondenseerd licht. En hoe meer je je passie leeft, passie betekent natuurlijk de taal van de ziel, die dingen doet waarom je hier op een evolutionaire flits op de aarde aanwezig mag zijn. Enthousiasme is ook natuurlijk God in zich hebben, inspiratie, nieuw leven in blazen, datgene doet wat je inspireert.
ja, dan is je trilling ook het hoogst, je energie. En dan straal je ook het beste licht uit. En dan inspireer je andere mensen ook weer om hun energie te verhogen en in hun licht te gaan staan. En ik denk dat de huidige crisis afgelopen 2 jaar ons ook uitdaagt om veel hoger in onze energie te gaan zitten. Hmm. En dat betekent ook letterlijk van angst naar vertrouwen. Ja. Dus hoe houd je dat nu voor jezelf dan gaande? Hoe houd je jezelf in die staat van vertrouwen uit? Hoe hou je jezelf staande in dat pad van licht? Ja, dat is natuurlijk ook een levenslang proces. Waar je natuurlijk ook als ik dan als mens uitgedaagd word met mijn eigen thema's soms. Maar verder, ja, ik voel me enorm rijk en dankbaar. Ik heb het leven van mijn dromen. Ik heb een fantastisch bedrijf waar ik met fantastische zielen mag samenwerken. Aan een hoger doel. Een werkdag voelt nooit als werk, want het is gewoon mijn levenswerk. Dus of ik nou hier bij jou zit, ik heb vanmiddag weer eigen podcastopnames. Ja, dan mag je gewoon weer leren, groeien, je wordt weer geïnspireerd. Jij ook met opmerking zet me weer aan het denken. Ik ben veel in de natuur. Ik heb ook een hond van bijna 1 jaar. Dus ik heb ook de noodzaak om veel met hem in het bos in de natuur te lopen. Ik heb in mijn achtertuin eigen kippetjes die scharrelen. Waar ik iedere ochtend met mijn kaplaars en dan lekker in die tuin bezig ben. Ja, we hebben enorm veel volgers, dus ik krijg enorm veel feedback van mensen die mij en ons danken. Dus ik heb een enorme voldoening in dat ik een klein schakeltje mag zijn in het grote geheel. Mm. Ook af en toe nog geraakt worden en dan daar weer voor danken, omdat ik dan zelf weer aan eigen thema's kan en mag werken. Dus ik geniet wel van het speelse proces. En ik heb jarenlang stress gehad en ook onrust gehad, zeker ook in de opbouwfase, want het was niet goed genoeg en ik wilde ergens heen. En het moest meer en continu onrust en eigenlijk vandaag kon ik niet genieten, want ik had de illusie van morgen of over een week of over een maand wordt het beter. En ik leefde eigenlijk mijn levenskwaliteit vandaag op voor dat toekomstige fictieve doel. Nou, zeker ook misschien de laatste 2 jaar heb ik wel het gevoel van ik ben er. Het is er. Mooi. Ja, ga dingen gewoon doen vanuit je passie, wat je het wil. Ik heb ook jarenlang financiële noodzaak gehad, dus ik moest weer een product maken. Ik moest weer een nieuwsbrief schrijven, omdat er nog wat geld binnen moest komen. Omdat eenmaal ik dat team had en we dan weer break-even moesten komen. Ja, die noodzaak is ook weg, dus ja, het is enorm vrij geworden. Ja, dat is wel een mooie blessing. Ja. Ik zag trouwens dat Sarah Leers laatst langs was gekomen, jullie. Die zat hier laatst ook nog in de stoel. Ja. Wat is jouw human design? Een intuïtieve generator. Oh, een generator. Ja. Oké. Okay. Ja. En heb je dat voor je gevoel... hoe speel jij met human design in je leven vandaag de dag? Nou ja, wat ik ook natuurlijk wel van Sarah heb geleerd is dat mijn valkuil is wel dat ik, als ik te veel open dingen ga doen en ik zie ook, ik vind alles leuk, ik zeg veel te veel ja, dat je mij ook echt ja-nee vragen moet stellen. Mm-hmm. Ik kan over het algemeen in mijn onderbuik wel gelijk voelen als een ja of een nee. Dus open vragen passen niet zo goed bij mijn structuur. Want dan doe ik te veel dingen die ik ook niet moet doen. Maar ook ja, wat ik echt mooi vind, zeker ook als je natuurlijk echt zo'n afbeelding ziet van je kanalen en alles wat dan open is. En zij dan toelicht, of eigenlijk dan mijn tolk is van... Dat het heel herkenbaar is hoe ik als mens ben en ook bepaalde valkuilen. Dus ik probeer die adviezen of eigenlijk die wijsheid daar ook wel mijn leven en mijn bedrijf op in te richten. Ja. Mooi. Ja. En wel gaaf dat je dat ook voor je... Het lijkt me echt mega, mega waardevol als je dat als bedrijf zijn. We hebben het met het hele team gedaan. Juist, ja. Je hebt natuurlijk altijd ook met team, ook bepaalde teamleden, denk je, irritant, hè, dat die eigenschap nou niet groeit. Terwijl je dat filmpje ziet, dat is ook een talent. Of dat hoort ook bij die persoon zijn blauwdruk. Of ik moet die persoon dan anders aanspreken. Of juist niet verbaal, maar even een mailtje. Je gaat elkaar veel beter snappen. En dat leidt ook weer tot groei. En ook dat je gewoon nog veel liefdevoller, zachter naar elkaar gaat kijken. Wat natuurlijk weer goed is voor de teamspirit en de compassie. Ik denk als je een dag in de schoenen van iemand zou meelopen, dan zou je per definitie stoppen met oordelen. Want alles heeft uiteindelijk een voordeel. En alles is logisch vanuit het perspectief van die persoon. Dus ja, natuurlijk als je energie hoog is, of als je verlicht wordt, denk ik als je iets niet meer doet, is het dan gewoon oordelen. Want oordelen is natuurlijk het gevolg van een beperkt perspectief, dat je nog niet ook gewoon ziet hoe het gewoon helemaal klopt. Ja, en het gewoon laat zijn voor dat wat is. Ja. En dat je niets hoeft te veranderen, omdat er al een stukje perfectie is. Ja, ja het is inderdaad gewoon een vorm van bewustzijn. Ja. Met die expressie, en dat laat jou zien hoe dat kan. Net zoals dat er een heleboel mensen zijn die de behoefte hebben om zich te laten prikken. En sommige mensen niet. En dan
Dankjewel voor het experiment dat jij doet. En ik bedank mezelf voor het experiment dat ik doe. Ja. We gaan zien wat de tijd uitwijst. Ja. Richard, wat zijn verder nu dagelijkse routines? Hè? Mensen zijn altijd natuurlijk verzot op... Hoe ziet jouw dag eruit? Ja. Die vraag heb ik nog nooit gehad, Matthijs. Nee, dus dat dacht ik. Moet ik even over nadenken. Ja, je wordt wakker, en dan? Ja, vaak word ik wakker gemaakt door mijn jongste, James, van 3. Maar in principe, wat ik altijd doe... Ik heb ook een oersterk journal, een leefsteldagboek, dat ik altijd... Soms de avond tevoren, maar vaak 's morgens opschrijf van wat is mijn doel vandaag. En dan ook concreter is die mijn dag is geslaagd als, nou, puntje, puntje, puntje. En dat kan ook echt iets concreets zijn. Of ik dan een half uurtje schrijf aan een nieuw boek. Ik ben ook weer een nieuw boek aan het schrijven. Of dat ik een half uurtje werk aan mijn presentatie. Bijvoorbeeld 3 juli staan we in De La Mar in Amsterdam in theater. Nationale leefstijl event. Of dat ik met mijn kinderen naar de kinderboerderij ga. Of dat ik met mijn vrouw lekker een kopje thee drink. En echt eventjes dat je je verdiept in elkaar. Maar iedere ochtend gewoon mijn dag is geslaagd als... Nou, dat schrijf ik op. Waardoor ik mijn ziel al helder heb van wat belangrijk is. Want vaak worden afgeleid allerlei urgente dingen. Dat is het niveau van het oerbrein. Maar dat gaat ten koste van hetgene wat echt belangrijk is. Hoe maak je dan het onderscheid tussen... je zegt nu ziel en... Als je misschien in alle snelheid gaat schrijven, dan neem je mediteer bijvoorbeeld voordat je dit doet? Ja, ik om heb wel vanuit stilte te creëren? Ja, ik heb 's morgens dus ook altijd een bodyscan. Maar in ieder geval 1 minuut, wat ik altijd minimaal neem. Zoals ik James hoor, dan kan ik echt nog wel een minuut pakken. Dus dat ik gewoon eventjes een bodyscan doe, mijn aandacht naar mijn tenen. Maar vaak ook even dus daarbij mijn ademhaling. Dus ook echt gewoon een heel laag neus-buik ademhaling. Mm. En wat bijvoorbeeld heel makkelijk is natuurlijk 4 seconden inademen, 4 seconden vasthouden. 4 seconden uitademen, 4 seconden vasthouden. Dan adem je maar 4 keer per minuut. Wat echt een parasympathicus ademhaling is, een anti-ontstekingsademhaling. Waardoor je ook veel meer helderheid hebt mentaal. Waardoor je ook veel beter kan opschrijven wat je doel is. En ja, wat ik graag doe is even minimaal 10 seconden koud douchen. Omdat vanuit dat perspectief mijn doel opschrijven, mijn ziel wakker, even mediteren, verbinding maken met mijn lichaamsbewustzijn, mijn geest, mijn mind wakker en koud douchen, mijn lijf wakker. Ja, en dan begint mijn dag vaak ook dan met mijn kinderen. Mm. En dat is dan nog een combinatie van dat ik vaak 's morgens niet eet, dus dat ik vast. Vaak mijn eerste maaltijd heb ik pas rond 12 uur. Dat ik ook vaak 2-3 keer in de week krachttraining doe. Mm. Is ook natuurlijk enorm belangrijk voor de moderne mens. Want iedereen wil gezond en gelukkig oud worden. Je investeert in een spaarrekening. Maar het belangrijkste fysiek is je spierrekening. Mm. Je hebt spiermassa nodig. Daar zitten mitochondriën, energiecentrales in spiercellen. En die produceren energie. Dus bruisen van energie en stilzitten gaan onmogelijk samen. Ja. We zijn in Nederland kampioen stilzitten in de hele wereld. Ja, ja, zeker op dat vlak. Ik heb hier nog wat bloedblokkers mee. Dus ja, de zonder bloedbril. Ja. Zeker omdat, je had Thomas en Merlon, heb je vrienden van mij, die heb je ook een keertje bij de podcast gehad. Ja. Hoe ver was jij zelf al met kennis omtrent licht en... Is er nog iets veranderd sinds dat gesprek voor jou? Ja, ik wist natuurlijk al uit de psychoneuroimmunologie dat bioritme is natuurlijk echt de basis van gezondheid. Mm. Het gaat vooral ook om het waarom. Je kan gezond eten, maar als het op het verkeerde tijdstip is, bijvoorbeeld 's nachts, is het toch ongezond. Dus al je orgaan, natuurlijk vanuit de Chinese geneeskunde heb je ook de orgaanklok. En natuurlijk, dus dat wist ik wel al, ook vanuit de kinesiologie. Ik heb in 2008, 2009 al opgeleid, dat je echt met meridianen en met chakra's en met ook die orgaanklokken. Maar ja, wat natuurlijk dat bioritme en ook gewoon 's morgens eigenlijk al dus naar buiten toe, met je voeten in het gras. Mm. En het natuurlijke daglicht, wat via je ogen, maar ook via je pijnappelklier eigenlijk, dat synchroniseert alle ritmes, organen, hormonen in het lichaam. Dus dat is enorm belangrijk. En ook 's avonds dus, dat we niet te veel blauw licht hebben. Ik loop ook met zo'n bril in huis. Ja, mijn vrouw vindt het verschrikkelijk onsexy. Mm-hmm. Maar dat is dus een belangrijk anticonceptiemiddel. Dat zorgt ervoor dat de kansen eigenlijk niet heel dat we een derde krijgen. Dus ik kan het soms nog blu op zijn website zetten. Ja, daar zit een strategie achter. En ik kan weer wat langer slapen, waardoor ik veel meer energie heb en de dingen kan doen
die ik zoveel doe. En hoe, in hoeverre ben je dan bewust van, hè, want ook dit ligt op je huid, dat brengt hetzelfde proces in gang. Ja. Dus bijvoorbeeld mijn huis is, ik zeg dan grappendwijs, net de wallen. Het is gewoon net een hoerenkast eigenlijk. Ja. Het is allemaal rood licht. Ja. Ook overdag staat er altijd staat er rood licht te branden om het lichtklimaat te optimaliseren. Er is altijd 42% infrarood aanwezig in het licht buiten. Dus in hoeverre neem jij rekening, neem je dat in acht, zeg maar, thuis? Ja, wij hebben thuis 's avonds bijna ook helemaal geen lamp aanstaan. Dus heel weinig. En er is echt dimlicht. En ik heb ook wel infrarood licht, inderdaad, een hele lichtbak. Dus ja, daar pas ik mijn leven ook gewoon... Maar dat is al bijna al een beetje een gewoonte geworden. Ja. En natuurlijk, ja, kijk, in de zomer nu heb je bijna al geen licht, want dan zijn er gewoon, je hebt langere dagen. En in de winter, ook van open haard tot kaarslicht. Ja, lekker. Verdiep je dan wel even in de juiste kaarsen, niet al die toxische kaarsen. Nee, precies, al die stoffen het liefst die in huis bijenwas. Komen. Ja, inderdaad, zijn een stuk duurder, maar heb je wel gewoon natuurlijk licht en ook niet al die toxische stoffen in huis. Ja, dat is natuurlijk ook prima. Ja, gewoon echt de oeromgeving creëren. En ook oerlicht, ja. Wat trouwens wel, wat ik in ieder geval leuk vind om te vertellen vanuit mij uit, door mijn pad dat 10 jaar geleden begonnen is, ben ik heel erg de antwoorden buiten gaan zoeken, buiten Nederland. Ik had heel erg het gevoel dat, dat er niet veel, ik kon ze niet vinden in Nederland. Ik heb juist de laatste 2 jaren door corona heb ik besloten, ik deed eerst al mijn content in het Engels. Mijn YouTube-kanaal heette toen destijds nog Injured Dumbass. Dat was het alter ego waarmee ik, zeg maar, begonnen ben. En toen ben ik op een gegeven moment, toen kwam ik ook achter, als ik mezelf zo blijf noemen, dan blijf ik ook een geblesseerde idioot. Dus waarom noem ik mezelf niet gewoon Matthijs? Mm-hmm. En toen ben ik gelijk Nederlands gegaan en toen kwam ik in één keer achter al die Nederlandse mensen die ook allemaal bezig zijn met dit soort dingen. Ik dacht, jeetje, verrek. Ja, die had je Nederlands heel klein, maar er zijn enorm veel fantastische inspiratoren, ook in Nederland. Ja, ja, precies. Ja, toen kwam ik jou dus ook tegen en een van mijn cliënten, Paul, die heeft, die had dus al gewoon een goede dosis oersterkennis in huis. Dus dat maakt het echt onwijs fijn voor wat betreft het dieet. Om daar hoefde ik echt maar kleine aanpassingen in te doen in zijn context. Mm-hmm. Maar daar was ik dus heel blij mee, dus dank je wel daarvoor. Ja, met liefde. Zelf praat ik altijd liever over een voedingspatroon dan een dieet, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, natuurlijk. Ja. Wat is er trouwens vandaag de dag nog een vraag waarvan je zou willen dat iemand hem je zou stellen? Oh, dat is een goede vraag, want ik krijg natuurlijk enorm veel vragen. En het leuke vind ik ook dat ik geen geheimen heb, dus ik vind het altijd leuk ook juist als ik interviews heb dat ik vragen niet weet. Hè. Soms wil je alle vragen al toegestuurd krijgen, nee, juist niet. Nou, dat is niet per se, want ik zit heel erg in verschillende soorten podcast-interviews. Ook van heel spiritueel tot heel aards tot heel geneeskundig. Dus dat is dan mogelijk. Dat is dat natuurlijk een vraag. Kijk, als ik een vraag zou hebben, dan zou ik me al bewust zijn. Maar het zijn soms vragen dat ik denk, wow, geniaal, dat heb ik nog nooit gehad. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Dus ik heb niet per se een vraag paraat waarvan ik al heel lang hoop dat mensen hem stellen. Nee. Een hele grote shout-out naar onze sponsor van vandaag, namelijk Ergomax. Innovatieve wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen voor mensen die om hun gezondheid geven. Dus de volgende keer dat jij supplementen gaat bestellen, ga je naar www.ergomax.nl en gebruik je de code MATTHIJS10 in kleine letters aan elkaar voor 10% korting op jouw volgende bestelling. En zijn er naast jou op het gebied van gezondheid mensen die jij, als je mensen, stel je zou mensen een basisopleiding geven in het leven. Welke mensen zou jij dan aan willen wijzen in Nederland? Waarvan je zegt, dan is het heel wijs om daar eens in de leer te gaan, om daar eens een opleiding te volgen, om daar bij wijze van spreken gewoon al te volgen. Mm-hmm. Want gezondheid is natuurlijk een heel belangrijk aspect in het leven. Ja. Maar we leven in een moderne jungle. Ja, ik ben heel erg expert en ook gefascineerd door de evolutie. Ik ben zelf ook expert in preventieve leefstijlgeneeskunde. Dus preventie en leefstijl staan centraal. Ook echt body-mind geneeskunde. Je hebt internationaal enorm veel van. In Nederland had je dat niet. Dus dat is onder andere reden dat ik met een heel expertteam de Oersterk opleiding heb gecreëerd. Dus dat is sowieso, niet voor eigen parochie, maar een goed startpunt. Omdat op niveau van body-mind en ook dat samenspel, eigenlijk dus hoe de psychologie ook samenhangt met de fysiologie en met de stofwisseling, dat is gewoon echt één. En hoe je dat met leefstijl en mind-interventie kan beïnvloeden, is fantastisch. En we hebben ook in de opleiding een heel stuk business, want heel veel
ondernemers in de zorg of in de geneeskunde of in ook leefstijlcoaches zijn niet goede ondernemers. En vaak is de ondernemer de zwakste schakel in de onderneming. Bijvoorbeeld Marjolein Beertsen heeft SOMA-opleidingen. Die hebben ook heel erg dus ook het mentale, het emotionele en het spirituele wat ze erbij betrekt. Dus die opleiding is weer veel holistischer, energetischer. Ook bijvoorbeeld Robert Bridgman is natuurlijk een grote, een goede vriend, grote inspirator. Die zit dan natuurlijk in Frankrijk, in Terra Nova. Maar die heeft een mooie opleiding en fantastische weken. Ik heb inmiddels 120 experts en pioniers in mijn podcast gehad, waarvan ook wel een groot aantal, of misschien die een groot aantal een eigen opleiding heeft. Dus ik ben heel hard. Wie zijn je trouwens daarvan het meest bijgebleven? Welke gesprekken heb je echt tot in het diepste van je kern geraakt? Bijvoorbeeld het gesprek met professor Jaap Seidel heeft me echt bewust gemaakt dat professor voeding en gezondheid aan de VU in Amsterdam, dat mensen juist niet alleen maar kennis nodig hebben, maar echt een gebrek hebben in Nederland aan leefstijlvaardigheden. Dat woord, wow, daar had ik nog niet zo over nagedacht. Professor Leonard Hofstra, cardioloog, had me echt bewust gemaakt dat we in de maatschappij allerlei industrieën hebben die ons dus echt gewoon zwak maken of zwak houden en ook zieker houden en dikker houden. Bijvoorbeeld de olie-industrie en de entertainment-industrie die ons in de stoel houden, die ons laten zitten. De voedingsindustrie die ons laat eten. Maar ook een hele entertainment-industrie en tech, eigenlijk tech van ook Facebook, Instagram met notificaties, WhatsApp, die ons continu aan het schermpje gekluisterd houden. En we eigenlijk ons brein gedijt bij een prikkelarme omgeving. Dus dat we allerlei industrieën hebben die een rode loper uitrollen van de wieg tot het graf om de verkeerde ongezonde leefstijlkeuze te maken. Ook het gesprek met Miriam Lenswood, die leeft als nomade. Vond ik echt heel inspirerend. Die heeft geen huis, die leeft door de natuur en die leeft nou echt zoals oervolkeren doen. En die jaagt en die verzamelt. Ik vond het heel inspirerend dat zij zei van als ik in het bos ben, in de natuur ben, dan jaag ik en dan eet ik vlees. Want dat is wild vlees, dat is de kringloop van het leven. En dan dank ik het dier en het dier leeft voort in mij, in mijn spirituele benadering van vlees. Maar ga ik de maatschappij in en ga ik weer eventjes vrienden opzoeken of familie, dan ben ik vegan. Want ik ga geen supermarktvlees eten, want dat is eigenlijk geen vlees, dat is toxisch. Zowel als je kijkt naar dierenwelzijn en al het dierenleed, maar ook naar de samenstelling van het vlees, want het is meer, vet en water en groeihormonen en negatieve stoffen. Maar echt wild vlees eten en supermarktvlees is natuurlijk uit de bio-industrie eet ik bijna ook helemaal niet. Dus vond ik een hele mooie benadering op in kringlopen leven en ook een mooi perspectief op vlees. Want ik denk dat vlees eten, ik heb ook in 2013 ben ik 11 dagen als oermens gaan leven en dag 1 en dag 11 bloed prikken en mentale vragenlijst invullen. Ik heb daarvoor voor het eerst een dieren geslacht zelf. Mm-hmm. En een dier slachten. Dat perspectief daarop is heel anders als je daarover filosofeert met een volle maag, volle buik, dan als je echt honger hebt en in die oeromgeving leeft. Maar het is bijna een spirituele bezigheid, want er bestaat geen dood buiten het niveau van de zintuig, alleen maar transformatie. Mm-hmm. En dat dier leefde letterlijk voort in mij en ik dank het dier. Dus ik heb daar nog steeds een heel ander perspectief op. Wat altijd heel prikkelend is, de discussie die je dan heel radicaal vaak krijgt met vegans. Dat is ook een beetje mentale rigiditeit. Ik vind het ene kant van spreken met carnivore diet. Mensen alleen maar lappenvlees eten en geen groente en bla bla bla. En de andere kant van het spectrum, de vegans. En ik begrijp iedereen, maar ik ben mentaal heel flexibel in verschillende perspectieven. Mm-hmm. Maar ik overstijg een beetje het leven en dood, want er is geen leven en dood vanuit de kwantumfysica. Heb je dat zelf wel eens ervaren? Heb je wel eens een bijna doodervaring gehad? Of heb je misschien plantmedicijnen gedaan waarin je dat hebt mogen ervaren? Paddenstoelen heb ik wel eens gedaan. Natuurlijk ook wel eens wat mildere plantmedicijnen. In tipis, in zweethutten. Maar ook bijvoorbeeld met Wim Hof. De Kilimanjaro op is een spirituele ervaring. Want er is nog maar 50% zuurstofspanning. Dus Wim zei al, de berg laat je ware gezicht zien. Wat plantmedicijnen ook doen. Mm. Eventuele angsten, die kan je daar niet onder water houden. De berg is een spiegel. Yeah. En qua innerlijk werk, ik ben al 10 jaar heb ik heel veel op dat pad gedaan. Ja. Dus dat zijn juist ervaringen dat je je ego of je ikje of je afgescheidenheid overstijgt. En dat je ziet en voelt dat je verbonden bent met dat collectieve veld. En dat alles één is.
En dat natuurlijk de perceptie van ik een illusie is. Mm. Ja. En dat geeft natuurlijk ook een enorme rust. Want je kan niets verliezen. Je kan niet doodgaan vanuit dat perspectief. Ja, het geeft jou rust. En hoe ervaar je die rust dan? Kun je misschien een voorbeeld geven? Van... Nou ja, als kind zijn was ik enorm angstig, was ik enorm hypochonder. Ik zat 3 keer in de week bij de huisarts om dan te checken. Ik dacht er weer, ik ga dood. Dat was heel grappig natuurlijk dat ik daarom ook de geneeskundeopleiding ging doen. Want dan leer je alle ziektes. En dan onleer je ook wel een beetje om te denken, oh, zal ik dit hebben? Want het is gewoon veel te veel. Maar zeker door dat innerlijk werk en al die dingen die ik heb gedaan, heb ik nu niet meer de fysieke hypochondrische angst van, oh, ik heb wat en ik ga dood. Ik heb nu veel meer, het is natuurlijk niet, ik ben geen heilige, maar de rust en het vertrouwen, mijn lichaam weet precies wat het moet doen. Het is deel van de oplossing. En ik ben niet meer zo mijn lichaam continu aan het meten en aan het scannen. Nou ja, dat is denk ik wel lekker als je dat op een gegeven moment ook gewoon, wat je doet met een bodycheck, even een bodyscan doet. Ja, je hebt in principe al die tooltjes heb je helemaal niet nodig, maar... Ja, dat is natuurlijk ook veel met dat je voelt, kijk, de kracht die het leven gewoon maakt. De kracht die wij in ons hebben, die vanuit een zaadcel en een eicel gewoon het lichaam heeft gemaakt. Met ieder orgaan op de juiste plek, de juiste grootte. Miljarden verbindingen tussen bloedvaatjes en zenuwen en het... Dat is gewoon, ons lichaam is perfectie ten top. Mm. Die kracht die uiteindelijk ons gemaakt heeft, weet natuurlijk ook wel hoe het weer hersteld moet worden of tot heling of genezing moet bijdragen als er iets uit balans is. Dat kunnen wij niet cognitief, dus dat is ook wat ik eerder zei, we moeten het zelf niet in de weg zitten. Er is veel meer een bepaald punt van overgave en van vertrouwen, want ja, ik weet echt niet hoe het opgelost moet worden, maar die kracht zit in ons. Ja, alleen daar de grote kruk, of ja, het pijnpunt in ieder geval voor mij is, ja, we zijn natuur en als we niet natuur doen, krijgen we niet natuurlijke symptomen. En we zijn natuurlijk nu meer dan ooit verwijderd van de natuur. Weet je, inderdaad, dat supermarktvlees. Nou, nu, als ik naar de supermarkt ga, dan ga ik naar de eco of bestel ik het. En dan eet ik zoveel mogelijk biodynamisch vlees of mijn biologische slager. En ja, dat is dan nog wat ik kan doen in de moderne jungle om natuur te doen, zeg maar. En ik ga veel naar de duinen en de bossen en ik zwem veel, maar echt natuur. Weet je, ik heb vorige winter heb ik de hele winter ijsbadworkshops mogen geven bij Winterwoods. Ja, dan in één keer, dan binnen 3-4 dagen ben je gewoon een ander mens. Mm-hmm. Dat is echt een wereld van verschil. En dan alsnog hoor je ergens een snelweg. Mm-hmm. Je bent nog steeds niet helemaal, zeg maar, verwijderd van het Westen en het snelle. Dat vooral, het gaat allemaal zo snel. Ja. Nou ja, wat je zegt, we moeten als mens gewoon heel bewust vanuit ons mensbrein gaan leven. En ons mensbrein kan dus dat oerbrein overstijgen met die instincten en impulsen. Want die dienen ons niet meer. Die dienen ons in de natuurlijke oeromgeving, maar niet in het moderne leven. Dus het oerbrein zou zeggen, een koude douche of een ijsbad, ben je gek geworden. Maar dat is een gezondheidsmakende prikkel. Of ook een sauna of infraroodlicht. Of even niet eten. Of 12 uur niet drinken. Of een afgelopen weekend was het een marathon van Rotterdam. Of een stuk hardlopen. Mm. Of krachttraining. Of op tijd naar bed gaan. Of ook allerlei hormetische stoffen in de voeding door middel van kruiden en specerijen. Ja, dat is gezondheidsbevorderend. Want de moderne maatschappij, het systeem, zo te zeggen, is hartstikke toxisch. En dan moet je uitstappen, dan moet je afwijken als je gezond en gelukkig wil leven. De moderne mens. Vrouwen worden gemiddeld bij 42 jaar chronisch ziek en mannen bij 48 jaar. En we worden steeds eerder chronisch ziek. Je ziet bij kinderen, die worden nu dikker. Medicatiegebruik neemt daar zorgwekkend toe. Dus ik denk dat onze kinderen straks bij spreken 35 jaar chronisch ziek worden. Mm. Dus je moet uit dat toxische systeem stappen. Dat systeem draait er vooral om dat je economisch nuttig bent. Heeft niet een visie of een beleid dat je gezond en gelukkig oud wordt. Dus daar ben je zelf verantwoordelijk voor. De afgelopen 2 jaar gezien, niemand komt je redden. En vanuit dat perspectief kan je uit die ongezonde kudde stappen. Ja, ik creëer zwarte schapen, word een zwart schaap. En ga je eigen leven op je eigen voorwaarden, op basis van je eigen ook kernwaarden, ga je leven zo inrichten. Mm. Waar 40 uur in de week werken. Dat dateert nog uit het fabriekstijdperk. Ook het huidige onderwijssysteem met de leerplicht, waar we alles linker hersenhelft leren. Dat sluit totaal niet aan op de 21ste eeuw. Ik verbaas me daar enorm over. Dat we al, wat dat betreft, al 20 jaar vanuit de officiële instanties aan het slapen zijn.
Waarmee ik dus ook heb doorzien dat de revolutie niet van bovenaf gaat komen. Maar de revolutie gaat van onderaf, via de hoofden en harten van mensen. Mm. En die is nu in volle gang, dus dat geeft me wel enorm veel hoop. Ja, ja. Als jij de Nederlandse maatschappij een diagnose zou mogen geven, wat zou de diagnose dan zijn? Terminaal. Dus ja, aankomende 10, 15, 20 jaar ja, is het huidige leven, hoe we het nu kennen en ook hoe we denken en hoe we omgaan met onszelf, met de aarde, ja, zal sterven, zal ten onder gaan. Maar dat is dus positief, omdat we daaruit weer als maatschappij, als mensheid herboren zullen worden. Ja. Je wordt één keer in je leven geboren, maar je kunt op ieder later moment in je leven weer herboren worden. De meeste mensen hebben daar een crisis voor nodig, daarom is het fantastisch. Of het nou een burn-out is, of wat er nu gebeurt maatschappelijk met corona. Maar dat we weer vanuit een betere fundering, een beter systeem, een betere wereld kunnen bouwen. Dat we het onderwijssysteem vernieuwen, dat we het geneeskunde, het gezondheidssysteem, we hebben nu ziektezorg vernieuwen, dat er een centrale plek komt voor leefstijl en preventie. En dat we maatschappelijk heel veel natuurlijker, maar ook veel lokaler qua kringlopen. Dat we weer kleine gemeenschappen gaan krijgen. Nu hebben we, ja, alles is, we hebben nu een aantal partijen wereldwijd, die worden zo belachelijk rijk. En die krijgen steeds meer macht. Ik denk dat we weer moeten decentraliseren. Mm. Net als in de oertijd dat we tribes hadden van 150 man. Heb je geen politie en justitie nodig, want die groepen regelen zichzelf. Ja. Ja, dus dan weer naar steden, ook lokaal, gewoon weer met de bakker en de slager en de boekhandel en de schoenenwinkel. Dat hebben we nu allemaal uitbesteed aan bol.com en Zalando en About You. Ja, ik denk dat alles weer gewoon kleinschaliger wordt. En dat we inzien dat in het menselijke contact, dat daar ook het werkelijke geluk ligt. Maar ook vitaliteit, hoe we met die aarde omgaan en met, dus met die soy. En dat we dat weer vitaler maken met wormen en met beestjes en met bijen. Want ja, we vervuilen nu ons eigen nest. En ja, dat zullen we aankomende 20 jaar gaan werken. Ik denk dat het coronavirus nu ook in de zorg in de wereld nog een leid variant is geweest qua crisis, wat we aankomende 20 jaar gaan meemaken. Ja, maar die crisissen zijn gewoon nodig om te komen waar we moeten komen en ook die aanpassingen te maken om uiteindelijk echt te kunnen spreken van een duurzame wereld. Dus daarom zeg ik terminaal, we zullen als mensheid, hoe we nu leven en denken, dat zal sterven. Maar er zal iets, en daar hoeven we niet bang voor te zijn, want er zal iets veel beters weer uit voortkomen. Ja. En hoe, ja, in hoeverre bereid jij jezelf voor dan, voor dat wat komen gaat? Ja, op verschillende manieren. Ik heb allerlei prep dingen op zolder liggen. Ik kan in nood... Je kruisbogen, ja. Nou, neem ook gewoon qua voeding. Ik heb in mijn schuurgarage heb ik voldoende hout om een jaar vuur te maken. Ik heb voldoende. Ik heb ook een Big Green Egg, dus ik kan als het moet een jaar barbecuen. We bieden vanuit Oesterk ook de natuur als apotheek aan, wildplukcursussen. Dus ik ben wel vrij bekwaam ook in gewoon wildplukken. Dus als je supermarkt sluit, ik weet prima qua eetbare planten wat je gewoon in je eigen achtertuin en in je eigen parkbos kan eten. Ik denk dat het ook vaardigheden zijn die de moderne mens verloren is. Ik kan prima, ik kan water filteren. Ik heb altijd bushcraft georganiseerd vanuit Oesterk. Dus in echt in de natuur gewoon een slaapplek maken tussen twee bomen, eetbare paddenstoelen, planten, vuur maken, water filteren. Ja, dat geeft me wel rust als de pleuris zich uitbreekt. Ik overleef wel. Ja. Ik ben niet afhankelijk. Dat is ook een soort oerkracht in mij. Ja, dat je die competenties hebt. En dat vind ik heel leuk om dat ook anderen te leren. Wat we dan doen met Oersterk, met de Natura's Apotheek. In ieder seizoen, ja, is gewoon de openbare supermarkt is de natuur. Nou, als je daar weer in gaat duiken, mag je natuurlijk van gemeente mag je officieel niet wild plukken en bla bla bla. Dat vind ik ook allemaal grapjes. Moet je natuurlijk wel aan houden, maar je kan soms wel een beetje buiten de lijntjes kleuren. Ja. Als je het stiekem doet. Mooi. En kleine hoeveelheden met respect voor het ecosysteem. Ja, ja. Dat is natuurlijk precies. Ook respect als je gewoon in een perkje bent. Ja, pluk niet alles, maar maximaal 1/10. Zodat het uiteindelijk natuurlijk gewoon weer ook hoe de oervolken ook leven. Als ze van een bepaald dier die heel weinig zien, gaan ze er niet op jagen. Want dan weten ze, die moet eerst aansterken. Maar die wijsheid zijn we verloren. We zijn in de informatie, in de kennis, is alle wijsheid een beetje verloren. En ik tracht met Oesterk weer wat wijsheid terug te brengen. Ja, mooi.
Nou, om dan naar het einde van het gesprek toe te gaan, stel ik altijd dezelfde vragen aan mensen. Nummer 1 is de beste en de kutste dag uit jouw leven. Ja, de beste dag is vanuit dat perspectief 16 juni 2010. Toen werd ik vader van Noah. Heb ik uren lopen janken. Dat vond ik zo'n rijkdom als je zo'n je kind in je armen mag hebben. De kutste dag. Nou, ik denk dan, als ik dan terugga in 2011, heb ik de huisarts zei een burn-out. Ik vond het zelf een spirituele crisis. Maar echt wel een dag gehad dat ik ook wel echt dacht dat ik dood zou gaan. Ik sliep al maanden niet. Ik had toen net een crisis, omdat ik dacht van Richard, ben je toch een sukkel dat je gestopt bent met geneeskunde. Ik wil een ander pad, maar dat liep niet met praktijk. Ik had maar 1-2 patiënten per week. Dus ik dacht echt op een dag, en ik sliep al maanden niet van, ja, ik ben gefaald, het zal niet gaan werken. Ik was 2010 vader geworden. Ik wilde ook financieel mijn gezin kunnen dragen, dus ja, toen voelde ik me enorm kut. En toen dacht ik ook fysiek, had enorme paniekaanvallen, ik sliep niet. Ik dacht toen wel dat ik dood zou gaan. En toen in dat loslaten van, nou oké, ja, kom het dan maar halen. Ik had in mijn nachtkastje ook briefjes voor mijn vrouw van alle wachtwoorden. En wat dat deed ik allemaal qua ook facturen en administratie. Maar juist in dat loslaten is uiteindelijk ook weer werd ik gedragen en ben ik er wel weer vrij snel uitgekomen. Maar ik moest door allerlei angsten heen. Mm. En dat was echt een enorm kut. Ja. Ja, intens. Ja. Maar een blessing dus. Ja. Ja, achteraf. Maar dat was echt wel... omdat ik natuurlijk die controle... Ik ben echt een controlfreak en ik wou het niet loslaten. Dat durfde ik ook niet. Moest ik uiteindelijk wel met mijn lijf en mijn oude programmering, conditionering extreem uitputten. En ik voelde me toen in die fase. En ook op die dag, dat ik dacht van nou, het is klaar. Ja, wel extreem kut. Ja. Als je een magische telefoon zou krijgen en je krijgt de 23-jarige Richard aan de telefoon, wat voor een advies zou je hem dan geven? Ja, wel gewoon, het komt goed, dus het is al goed. Dus ga gewoon eens wat veel minder je best doen. En ga gewoon wat veel meer ontspannen. En je gaat gewoon wat veel meer jezelf zijn. En je hoeft niet te veranderen. Je bent dus goed genoeg. En ga juist je imperfecties. Je zal merken dat dat juist weer je talent is waarmee je ook weer inspirerend bent voor andere mensen. Dus kap met dat je bewijzen aan de wereld en met het presteren en alles maar zoeken in die cognitie. Ga wat meer je lichaam in, ga wat meer de natuur in. Begeef je nou wat meer onder de mensen en ga wat meer lachen en genieten. En als je de 23-jarige op deze aardkloot een advies zou mogen geven, wat zou dat dan zijn? Ja, luister vooral naar je eigen innerlijke stem. En normaal, de ziel schreeuwt niet, maar die fluistert. Dus zoek wat meer de rust of de stilte op. Daarin krijg je de meeste antwoorden. En ga gewoon iedere dag datgene doen waar je energie van krijgt. Als je al dingen doet waar je energie van krijgt, ben je op het juiste pad. En op dat pad, als je in beweging komt, dan krijg je veel meer antwoorden dan in gedachten. Dus hou op met antwoorden vinden in gedachten. Ik had een paar jaar geleden een afspraak op de Nijrode Universiteit met professor Paul de Blo. Nou, die was toen 92, ja. Helaas een paar jaar geleden overleden. Ja. En in zijn werkkamer hing een hele mooie quote op zijn muur. Ik kan het beste niet kiezen, het beste kies mij. Dus bijna alle producten die ik gemaakt heb, zijn geflopt, zijn mislukt. Maar alles wat op mijn pad gekomen is, is gelukt. Ja. Dus dat is ook natuurlijk best een spirituele vraag. Is het succes nou aan mij te danken of heeft het universum het op mijn pad gegooid als mogelijkheid? Nou, vooral het laatste. Dus kom gewoon in beweging, doe die dingen waar je nu al energie van krijgt. En in die beweging zal het universum de juiste antwoord op je pad gooien, als je ook voldoende ontspanning en rust in je leven inbouwt. Want als je je leven vol plant, dan kan het universum het beste ook niet voor je voeten gooien. Dus ja, en ga gewoon lekker genieten van die reis vandaag. Want nu is het enige moment dat er is. Ja, mooi. En als we 5 van jouw beste vrienden bellen en we vragen, wat is de superpower van Richard? En ze zijn het er allemaal unaniem over eens. Wat is dan hun antwoord? Ja, zou je als eerste horen, echt te veel flauwe grappen. Echt te veel flauwe grappen. Ik maak ook heel veel grappen, 1000 keer. Maar echt wel humor als medicijn. Ik ben wel in staat om altijd vanuit humor een vernieuwend perspectief aan te bieden op situaties. Maar ik denk dat ze ook zou zeggen, hij mag echt wel wat minder flauwe grappen maken, want dat is soms echt irritant. Dat ga je zeker horen. Ook wel gewoon dat ik betrouwbaar ben. Dat, dat,
Zo denk ik een basishouding natuurlijk, wat ik in die 12 jaar praktijk voor integrale geneeskunde. Alles wat mensen tegen mij zeiden, en ik heb bij mensen de quote 500 en BN'ers en topsporters. Ja, dat is natuurlijk ook in de geneeskunde, vanuit hoe je opgeleid wordt, blijft bij mij. Dus ik heb daar nooit gedacht van, oh, wat ik vandaag gehoord heb over die persoon, weet je, moet je ook. Nee, dat is gewoon, ik ben echt betrouwbaar en dat weet ik. En dat zullen zij ook denk ik zeggen. Je noemde 5 dingen. Nee, ja, dat is, als in, ze moeten het over 1 eigenschap eens zijn. Oh, zo. Oké, nou, dan zou ik die 2 dingen noemen. Dat ik ben betrouwbaar en maar ook gewoon echt, ik kan soms wel echt wel irritant met die gast lachen. Ja, mooi. Ja. Nou, daar heb je vandaag nog ingehouden. Ja. Oké. Okay. Ja, dankjewel Richard. En dankjewel voor dat wat je doet. Ik kan het alleen maar aanmoedigen en ik hoop dat je onwijs veel, dat je die 1 miljoen vertienvoudigt, wat mij betreft verachttienvoudigt. Ja, ik denk dat niet iedereen gered wil worden en dat heel veel mensen willen ook gewoon die pil in plaats van zelf verantwoordelijkheid nemen en veel meer leren hoe fascinerend dit instrument is. En als je dat veel meer gaat begrijpen en snappen, dan ga je veel betere keuzes maken. Maar ik zal met mijn passie en enthousiasme op mijn eigen vierkante meter gewoon die vonk blijven delen. Daarom ben ik ook weer enorm blij. Dus dank voor dit podium ook weer. Omdat ik weer hopelijk wat zaadjes in de hoofden en harten van de luisteraar en kijkers heb mogen planten. En vanuit Oersterk zijn we graag een gids naar een beter leven. Dus we willen graag soms een tijdje aan de hand van mensen meelopen. Om de mensen zelf daarna weer los te laten. En in hun eigen kracht, dat ze dat pad verder kunnen gaan. Dus nogmaals heel veel dank voor het podium, Matthijs. Ja, heel veel dank voor het komen. Met liefde. Als mensen jou willen vinden, hoe vinden ze jou? www.oersterk.nu is de website. Natuurlijk ook op Instagram, Richard Delet, met L-E-T-H ben ik. Post ik iedere dag wat, ook Oersterk Insta. Maar ook Facebook, LinkedIn, we zijn op alle socials. Maar oersterk.nu /nieuwsbrief kan je inschrijven op de nieuwsbrief. En dan iedere zaterdag krijg je van mij weer een perspectief in je mailbox. Wat uiteindelijk echt wel bijdraagt aan een beter leven. Ja, mooi. Nou ja, voor alle vragen, drop ze in de comments of stuur een DM of een mailtje. En bedankt voor het kijken en bedankt voor het luisteren.